Dag dames en heren, na een wekenlange periode met regen en wind hebben we nu eindelijk een paar dagen gehad met fraai herfstweer, geregeld ruimte voor de zon en weinig wind. Nou, ook vandaag scheen de zon van tijd tot tijd flink, maar er was wel een verschil, want het waaide al een stuk harder dan de afgelopen dagen. En die wind gaat met name morgen nog flink verder aantrekken, met aan de kust kans op zware en misschien lokaal zelfs wel zeer zware windstoten. Nou, ook die neerslag keert weer terug, maar daar moeten we nog eventjes op wachten, want we hebben nog te maken met een hoge drukgebied ten westen van ons. Maar dat hoge drukgebied gaat geleidelijk naar de oceaan verplaatsen. En dat betekent dat er een strakke noordelijke stroming de komende dagen bij ons opsteekt. Koude lucht vanuit het noorden van Europa wordt langzaam naar onze omgeving geblazen. En geleidelijk aan ontstaan ook een paar kleine lage drukgebieden. En de belangrijkste die passeert maandag. En mogelijk kan dat lokaal zelfs wat winterse neerslag opleveren in onze regio. Nou, dat zou voor het eerst pas dit seizoen zijn. Want de afgelopen tijd is het natuurlijk behoorlijk zacht geweest. Maar dat zachte weer gaan we wel kwijtraken. Want een groot deel van Europa, we zien het ook aan de roze kleuren, dat duidt op sneeuwbuien, komt komende week in de veel koudere lucht terecht. Scandinavië is nu al behoorlijk koud en die lucht stroomt dus langzaam ook gedeeltelijk onze kant op. Nou, vanavond en vannacht is het nog wel aan de zachte kant. Geleidelijk trekt er een bandje met bewolking en wat regen van noord naar zuid over het land. Daarachter stroomt die koudere lucht al een beetje binnen. Dat betekent dat de temperatuur in de loop van de nacht gaat dalen naar 4 tot 6 graden. En ook dan kan er nog wel verspreid over het land een enkele bui vallen. Maar de buienactiviteit wordt dan tijdelijk wel wat minder. Het waait stevig met kracht 4 tot 6 uit het noordwesten. En ook morgen staat er een stevige noord tot noordwesten wind. In de ochtend kracht 5 of 6. Maar in de loop van de middag gaat het echt hard waaien. En met name in het noorden en noordwesten kunnen dan zware of zeer zware windstoten voorkomen. Van zo'n 90 tot misschien wel lokaal 110 km per uur. Nou, het weerbeeld is licht wisselvallig met af en toe zon, maar verspreid over het land ook buien. En die buien kunnen met name in de tweede helft van de middag en in de avond behoorlijk actief zijn. Met lokaal ook onweer en kans op hagel. De middagtemperatuur komt een stuk lager uit dan vandaag. We hebben ongeveer de helft van de waarde van vanmiddag, want morgen wordt het een graad of 6. En in combinatie met die wind zal het dan toch wel behoorlijk koud aanvoelen. Nou, de dagen daarna gaat de temperatuur nog wat verder omlaag. Het weekend is wisselvallig met een aantal buien. Zondag zien we weinig zon. Zaterdagochtend is waarschijnlijk de beste periode van het weekend. Op beide dagen is het dan 7 of 8 graden. Nou, op maandag is het een beetje onzekere dag. Dan passeert dat lage drukgebied dus onze omgeving. Mochten we al dan al in de koude lucht terechtkomen, dan zou dat in een deel van het land misschien wel wat natte sneeuw of sneeuw kunnen opleveren. In principe valt er echter gewoon regen. Maar de dagen daarna gaat de temperatuur steeds verder omlaag. Nou, overdag 2 of 3 graden, in de nachten gaat het vriezen en kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat er heel veel onzekerheid is over de lange termijn. De grens van zachte en koude lucht ligt constant heel dicht bij ons land en dat geeft een hele grote spreiding in temperatuur zowel naar boven als naar beneden. Dus er valt eigenlijk niet zoveel te zeggen over de lange termijn, maar dat de winter in de buurt komt vanaf komende week, dat lijkt wel vrij zeker. Ik wens u een mooie avond.